Beste mensen, van hartelijk welkom bij de kerkdienst van deze zondag, 14 juni. Het is weer zondag en we zijn bijeengekomen om ons op te stellen voor onze Schepper, hem te danken voor het goede wat wij van hem ontvangen en om te luisteren naar zijn woord. De nadruk krijgt dit keer een bepaald gedeelte uit een psalm, uit de 7e psalm, waarin iemand in een zekere vrijmoedigheid tot God roept. En we zullen diens woorden gaan overdenken. We beginnen de dienst door deze woorden te horen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus, de Christus. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, schepper van de hemel en de aarde, wij hebben het er maar mee te doen in ons leven. Onze genetische aanleg, onze aard. We hebben het er maar mee te doen met de ziekte en met de eindigheid. Je hebt het er maar mee te doen, dat lijkt u te zeggen. U, onze schepper. Zo is het en niet anders. En laat het me dan maar zien. Hoe jij je redt, wie jij bent. Ach, wie zijn we? Wat zijn we? We zijn sterk. We zijn kwetsbaar. Heer, ontferm u. Amen.
dat de Bijbel opengaat, bidden we het gebed bij de opening van de Schriften. Heer onze God, Gij zijt de kracht van ons leven. Wij danken U dat U ons gaande wilt houden door het woord en de geest van Jezus, uw Zoon. Daarom vragen we U, laat ons gericht zijn op uw wil en help ons om daar ernst mee te maken. Leer ons de weg kennen. Open ons hart voor Jezus, die ons voorgaat naar U, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. De eerste schriftlezing vanmorgen zijn de woorden uit Psalm 7, een stukje uit het begin ervan. Heer mijn God, bij U schuil ik. Bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij. Ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen, me meesleuren zonder dat iemand mij redt. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen, als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belager zonder reden heb beroofd. Laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven. Woord van de Heer, wij danken God. De tweede lezing komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen te Rome uit het vijfde hoofdstuk. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens
zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem verzoend zijn, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. De tweede lezing die ik vanmorgen met u mag lezen, komt uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u Christus. Hij stapte weer in de boot en stak over terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: wat een godlasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker? Te zeggen: uw zonden worden u vergeven? Of: sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. Hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Woord van de Heer. Wij danken God. Denken met elkaar na over die woorden uit de psalm. Ik mag doodvallen als ik schuldig ben. Dat staat er zo ongeveer. Het klinkt bot, maar het is wel waar het, denk ik, zo te horen voor de psalmdichter op neerkomt. We lezen zijn eigen woorden. Laat de vijand mij achtervolgen, inhalen, vertreden, vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven, als er onrecht kleeft aan mijn handen. Nou, je moet het maar durven zeggen.
Een gewaagd gebed, want een gebed is het, een aan God gerichte schreeuw, een ultieme uiting van onschuld. Maar kop eraf als mij iets valt te verwijten. Dat is toch wel heerlijk om zo te kunnen bidden. Zo onbekommerd, zo zonder terughoudendheid, open, vrij, overtuigd dat jou niets, zelfs door God niet, valt te verwijten. Ga met me na, haal gerust de onderste steen boven, haal me uit elkaar, onderzoek grondig alles wat gebeurd is, want ik als mens heb niks voor u te verbergen. U zult ook helemaal niks vinden, want aan mij ligt het niet. Maar kop eraf als ik schuldig ben. Ja, nou ja, dat is in ieder geval heel wat anders dan wat aan christenen, vooral die van de zwaardere soort, zoals men wel zegt, gewoonlijk wordt toegedacht dat die rondlopen met een soort permanent schuldgevoel. Geloof en schuldgevoel, die gaan dan hand in hand. En met die bewering gewapend vult in Nederland menig voorheen gelovig schrijver zijn boeken en bedient dan zijn lezerspubliek met sfeertekeningen van een geloof dat in de ziel leidt tot een soort van laaghangende bewolking, mist en miserige motregen van een nimmer wegtrekkend schuldgevoel. Schuldgevoel, nou ja, die psalmdichter die heeft daar totaal geen last van zo te horen. Integendeel, hoor zijn gebed, daar gaat hij weer. Laat de vijand mij achtervolgen, inhalen, vertreden, vertrappen in het stof, me beroven van mijn eer en mijn leven, als er onrecht kleeft aan mijn handen. Een aan God gerichte schreeuw, een ultieme uiting van onschuld, mijn kop eraf. Als mij iets valt te verwijten, hé, heerlijk, om zo te kunnen bidden. Zo vrij, zo onbekommerd, open, overtuigd dat jou niks, zelfs door God niet, valt aan te rekenen. Voordat we er dieper op ingaan, eerst een kleine situatieschets. De toestand lijkt deze. De dichter is gevlucht in het heiligdom. Hij zoekt asiel. Want men zit hem op de hielen, men heeft het op hem gemunt. Waarom precies, dat is niet duidelijk. Maar in het oude Israël kon wie beschuldigd werd van een misdaad en de wraak van de familie had te vrezen, tijdelijk asiel gaan zoeken, totdat zijn zaak bij de rechter kwam. En een van die asielplekken is het heiligdom. En in het heiligdom roept dan de dichter tot God: Heer, bevrijd mij, red mij van mijn vervolgers, want ze zullen me nog verscheuren als leeuwen. Maar ja, waarom zou God hem asiel verlenen? Want op de stoep staan zijn tegenstanders. En die klagen hem aan, naar buiten met die boef, laat die misdadiger eruit, lever hem uit aan ons. Sinds de hele oude tijden hebben de uitleggers van de Bijbel en misschien de componisten van het boek van de psalmen, de psalm gesitueerd in de klopjacht op David. Saul, dat was de eerste koning van Israël, die koesterde ten aanzien van David allerlei donkere gevoelens. Hij vreesde complotten tegen zijn troon. En dus vervolgde hij David en hij joeg hem na en hij trachtte hem te doden. En in die situatie zou David dan dit lied hebben geschreven, zegt men. Heer mijn God, bij u schuil ik, schreef hij. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Ze zullen me nog verscheuren als leeuwen mij meesleuren. Nou goed. Of het nou David betreft of niet, je er iets bij voorstellen, dat is niet zo moeilijk. Die vraag om onderdak, om schuilplek, om asiel. Maar waarom zou hij het krijgen in dat heiligdom? Waarom zou God moeten luisteren naar zijn gebed? Want op de stoep staan de aanklagers. Naar buiten met die boef, lever uit die schurk. Dwars daartegen in, schreeuwt de benarde asielzoeker. Laat die vijand mij achtervolgen, mij inhalen, mij vertreden, vertrappen mijn ziel, mijn leven, als er onrecht kleeft aan mijn handen. Godgerichte schreeuw, ultieme uiting van onschuld. Ik mag
Ik mag doodvallen als aan mij iets valt te verwijten. Hè? Wat een innerlijke vrijheid. Als je zo tegenover God kan staan. Zo puur, niet door schuldbesef bezwaard. Een geloof zonder getop over de eigen zonde. Geen ziel vol met laaghangende bewolking en mist en motregen. Welke volgens menig voorheen gelovig schrijver het onvermijdelijke lot zou zijn van een christen. Nou ja, dat laatste zit er natuurlijk, daar zit natuurlijk wel wat in, hè, in wat men zegt. Men zuigt dat niet helemaal uit de duim. Zonder besef, immer aanwezig, latent gevoel van schuld. De doem van een soort van nietswaardigheid. Dat geestelijk klimaat dat zwanger is van de atmosfeer, van dat soort atmosfeer. Blijft voor wie erin ademen moet mentaal niet zonder gevolgen. De maten het harts van deze wereld, die spreken toch ook uit een zekere ondervinding. En ik denk dat er in zekere zin ook niks aan te doen is. Ik bedoel dit, godsgeloof en schuldbesef die gaan hand in hand, van het een komt het ander. Dat lijkt mij toch onvermijdelijk. En waarom? Ja, waarom? Nou ja, je hebt, en dat is het eerste, je hebt met God van doen. Niet met een mens die jou maar ten dele kent, maar met God. En die schijnt nogal wat te weten. Die kijkt dwars door je heen, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij, stamelt ergens een psalmdichter. Niets beschermt je tegen Gods blik. Jawel, je bent een nette burger, je bent gewaardeerd op je werk, je bent geliefd in je gezin. Maar hoeveel houvast biedt dat aan wie iets beseft van wat het is om de heilige God onder ogen te moeten komen? Vader, zei zij, je bent toch altijd heel goed voor ons geweest? Zei die dochter tegen de man in bed, in zijn laatste dagen. En die vader die knikte, ja. Maar toch stelde het hem niet gerust. Goed zijn voor je kinderen, ja. Wat is daar de verdienste van? Dat is toch wel het minste wat je van de vader mag verwachten, toch? En daarmee zijn we bij het tweede, dat God zijn geloof en schuldbesef aan elkaar koppelt. Dat is dat moment van de sterfelijkheid. En de vraag die daaruit voortkomt, of God met je door wil. Misschien is hij wel blij dat hij eindelijk van je af is. In ieder geval tegenover de dood wordt die kwestie volstrekt geradicaliseerd. Wat vindt hij van mij? Ben ik het waard? Dat lijkt mij gelovig gezien toch een volstrekt normale intuïtie. En dan is als derde er die enorme nadruk er in het christelijk geloof op Jezus en zijn rare dood aan het kruis. Een ultiem blijk van wat hij en in hem God voor ons over heeft. Hij moet blijkbaar veel voor ons over hebben, er is wat aan de hand. Maar daarom ook vanuit dat kruis die boodschap van vergeving, van schuld en zonde. Tussen God en ons staat er niets beslissend meer in de weg. Dat is de boodschap. Met terugwerkende kracht dan ook wel de aanklacht dat wij ons ook werkelijk aan alles vergrijpen op deze wereld. Zelfs aan wie God het liefste is. Deze mens, Jezus uit Nazareth. En dat pepert het evangelie dan in. En een beetje gevoelige ziel die ook enige zelfkennis bezit en die de krant leest en die iets van de geschiedenis weet van de mensheid, die trekt zich dat persoonlijk aan. In zijn ziel, met inlevingsvermogen en al, kan dat dan heftig heen en weer gaan tussen besef van verlorenheid en begenadigd worden van niet goed te maken schuld en toch verkregen vergeving. Van allerlei gradaties van persoonlijke wroeging en allerlei gradaties van bekering. Van bijna stikken in jezelf tot weer adem krijgen.
Dat kan allemaal dan gebeuren in een menselijk hart. Maar hoe dat ook zij, godsgeloof en schuldbesef, want daar ging het nou om, gaan christelijk gesproken hand in hand. Van het een komt ook het ander. Maar niet, en dat moet de boodschap zijn van deze morgen, niet om in dat schuldgevoel te blijven hangen. Juist niet, we hoorden de apostel er al over, de in Jezus gevonden genade, dat is reden om God juist te loven en om vrijuit te gaan leven. Toen wij nog zondaars waren, schrijft de apostel, alsof zoiets voorgoed achter je ligt. In ieder geval, in een zich schuldig wetende ziel vol laaghangende bewolking en mist en motregen, kan dan Jezus doorbreken als de zon. En de grote Maarten Luther, die zelf zo'n diep hart had, met allemaal dubbele bodems, en een diep onderbewuste dat hij niet vertrouwde, en met zijn schuldgevoelens geweldig heeft getopt, die schrijft, en ik lees het voor, het evangelie heft alle gedachten over de onwil, de toren, het oordeel, de straf en ongenade van God op, zodat wij zeker zijn, Christus wil ons niet wegwerpen en de Vader wil ons ook niet verstoten. En zo kan iemand stand houden als er een kwaad geweten komt dat hem veroordeelt. Kortom, in dat besef van schuld moet je niet blijven hangen. Dat is helemaal de bedoeling niet. Je moet er doorheen. Je moet naar de genade, naar de vrijspraak, naar de grote opluchting, het je door God aanvaard weten. De zon van de genade lost dan in je ziel de mist van het schuldgevoel op. Voor altijd? Nou, vast niet. Zo zitten we niet in elkaar. En de ene ziel is ook niet de andere. En wat geneest, kan ook ziek maken. Wanneer iedere zondag het evangelie klinkt alsof het iedere zondag Goede Vrijdag is, wanneer de arts het medicijn niet goed doseert, dan keert dat medicijn zich tegen je. Dan word je zieker in plaats van dat je ervan opknapt. Al is ook dit wel waar, denk ik, dat een mens soms de mogelijke bijwerkingen van een medicijn voor lief moeten willen nemen. Zo is dat ook in het geloof wel eens. Maar hoe dat ook zij, een medicijn bestrijdt een kwaal. Je bestrijdt de kwaal om te kunnen leven, maar om het leven gaat het. En zo is het ook met God. Christus als medicijn voor een schuldig hart. Om weer voluit te kunnen leven, om Gods genade te zien in het brood, in het licht, in de kinderstem en in de oost. Je kleinheid te voelen als je naar de sterrenhemel kijkt. Je geborgen te weten omdat je zijn kind bent en hij je vader is. Voluit leven, dat is de bedoeling onder Gods wijde lucht. Jij mag er zijn, helemaal, maar sta dan ook zo in de wereld. Ik mag doodvallen als ik schuldig ben, roept de psalmdichter. Dat is wel een heel andere positie dan I did it my way. Want dan stel je zelf de norm en de rest die heeft het er maar mee te doen. Maar de dichter merkt dat dat in zijn geval zo niet werkt en het meestal zo niet werkt. Want de omgeving neemt daar geen genoegen mee. En aan de poort van het heiligdom eisen ze hem op naar buiten met die boef. Ik mag doodvallen als ik schuldig ben, roept de psalmdichter. Hij erkent de standaards van goed en van kwaad. Hij onderwerpt zich aan het oordeel van de rechter. Hij beroept zich daar ook op. Kleeft er onrecht aan mijn handen? Vergold ik goed met kwaad? Heb ik zonder reden mijn belagen beroofd? Nou zeg op, toon aan, bewijs het. Ik mag doodvallen als ik schuldig ben, roept hij. Nee, de aardse rechter beperkt zich tot de aardse wet. Hij gooit je niet in de gevangenis, al ben je een klootzak, een plaag voor je familie, een wrek van de bovenste plank en strooi je met leugens om je heen. Verschrikkelijk mens, maar je gaat toch vrij uit. Dat kan tegenover de burgerlijke wet, maar dat kan niet tegenover God. Ik mag doodvallen als ik schuldig ben. Dat roept de psalmdichter. Hé. Dat is toch wel heerlijk als je zo onbekommerd vrij tegenover God roepen kunt.
En dan kun je nagaan hoe in feite je bidden geremd wordt. Hoe je om zaken begint heen te praten. Hoe onecht dat praten van jou naar God toe wordt. En daarmee onvrij als jij dingen doet waarmee je God niet onder ogen kunt komen. Dan word je naar God toe schuw. In ieder geval roep je dan niet meer, als ik schuldig ben, Heer, dan mag ik doodvallen. Een kreet naar de hemel, een woord uit de schrift, een radicale betuiging van onschuld, om in onze zielen het verlangen op te roepen naar zuiverheid en naar vrede tussen God en onszelf. Amen. Berichten. Eerst de vrolijk bericht. Vanmiddag wordt in deze kerk, u bent daar via de televisie niet bij, een klein kindje gedoopt. Levi Jacobus, Sier, zoon van Anna en Tom. Dat is een mooi bericht. Er zijn ook twee verdrietige berichten. Op 3 juni jongsleden is gestorven Jacob Martinus Temmink. We kennen hem natuurlijk allemaal als Jaap Temmink, jarenlang de koster van de Opstandingskerk hier in Monnikendam. Echtgenote van Riet. Jaap is 66 jaar geworden. Nog maar kort geleden hebben wij van Jaap en Riet afscheid genomen. Toen Jaap met pensioen ging en zij verhuisd zijn naar Weijen in het oosten van het land, waar ze ook allebei vandaan kwamen, aan de schone rivier de IJssel. Daar wonen ook veel familie en vrienden. Helaas heeft het maar kort geduurd, hun gezamenlijke leven daar in Weijen. Dat is erg verdrietig. Inmiddels is Jaap begraven. De uitvaart was dinsdag in een kleine kring.
Op 9 juni is er een einde gekomen aan het leven van Jans de Oude Punt, een bekende dorpsgenote voor alle Zuiderwoudenaars, door wie zij Tante Jans genoemd werd. De afgelopen 6 jaar woonde zij in Zwaansburg en werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder. Jans den Oude is 95 jaar geworden. En de begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Laten we samen stil zijn om deze twee kinderen van God te gedenken. Laten we verbonden met wie ons zijn voorgegaan het gebed bidden dat Jezus ons leert. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Eeuwige God, wij bidden dat de omgang met u, die door Jezus voor ons als een vader wordt, ons vrijmaakt van luiheid en boosheid, van zelfzucht en drift. Ons vrijmaakt van oppervlakkigheid en zelfbedrog en oordelen over een ander. Ons vrijmaakt van angst voor elkaar, angst voor de waarheid, angst voor de dood. Ons vrijmaakt van angst voor uzelf, voor wie geen geheim verborgen is, die ons hart doorgrondt en ons beter kent dan wij onszelf kennen. Wij bidden voor uw kerk, aan wie u het nieuws van uw zoon hebt toevertrouwd, om dat evangelie midden in de wereld en in de woelingen van de tijd te bewaren, te verkondigen, te vieren. Wij bidden voor onze zieken, om genezing voor lichaam en geest, om zegen over alle zorg en liefde die gegeven wordt thuis, in de verpleeghuizen en medische centra. Wij bidden u voor de familie van Jaap Temmink, tot voor kort de koster. In het bijzonder voor Riet, zijn vrouw, om kracht en troost nu Jaap is gestorven. Wij bidden u voor wie aan het einde zijn gekomen van hun leven hier op aarde, hun dagen hebben gehad, hun taak volbracht. Vervul het hart met vrede en vertrouwen, met het weten dat u geen God bent die van zijn mensen af wil, maar hen redden zal, zelfs door de dood heen. En daarom bidden we ook voor hen die gestorven zijn, dat zij nu leven in het volle licht van Christus en voor hen die wij vandaag in onze intenties met naam willen noemen. Bidden wij vandaag voor Ton en overleden familie Rozenstraten en Hoedemaker, voor Theo Boshoff, voor Gerrit en Annie Bloem Molenaar, voor Henk van Rijn, voor Dick Lommersen, voor Riek Hoogland van Berkenstein,
Voor Yvonne Visser Overwater. Voor Jaap Temmink. En voor Jans de Oude Punt. Wij bidden u voor onze qua omvang en getal bescheiden stad. Voor burgemeester en wethouder en gemeenteraad. We bidden u voor ons land. Voor regering en overheid. Voor de koning en zijn gezin. Om gezondheid en goede moed. Om wijsheid, mededogen en doortastendheid. Wees met uw aarde en al wat haar bewoont. Beteugel de boze driften, leid alles wat de volken drijft en bezielt, zelfs de waanzin die zij beramen, ten goede. Schenk vrede in onze dagen, vrede voor allen, vrede in Syrië, Jemen en al die andere oorden vol verderf. Vrede voor Jeruzalem. Heer onze God, om Jezus, de belangrijkste die de minste wilde zijn, zeggen we u lof. Om zijn woorden, de weg die hij ging, het offer dat hij bracht, weten we met u geen raad, dan kijken we naar hem. Brengt u ons tot verschrikking, in hem ligt onze vrede. Durven we u niet te naderen, hij gaat voor ons uit. Om Jezus uit Nazareth, overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging opgewekt, zeggen we u lof. Hier en overal, nu en altijd. Amen. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer die zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen. Thank you.